Ik wil als eerste minder valide aanstaande vrijdag 12 juli het IJsselmeer oversteken. Zwemmend. Het is de nieuwste uitdaging van Paralympisch atleet Geert Schipper. Op de Spelen van 2016 won hij de zilveren medaille en stilzitten doet hij liever niet. Ja, ik hou van uitdagende activiteiten. En naast Ironman is dit ook wel een hele mooie uitdaging. Ik hou van grenzen verleggen, kijken waar ik fysiek toe in staat ben. Maar op het moment dat je klaar bent, of gefinished bent met een wedstrijd of straks klaar bent met het zwemmen, dan geeft dat een heel goed gevoel. En voor dat specifieke moment, dat vind ik het mooiste wat er is. 12 juli moet het dus gebeuren. En volgend jaar moet de triatleet weer helemaal klaar zijn voor de Paralympische Spelen in Tokio. Er zijn nog heel veel wedstrijden die voor die tijd plaatsvinden. En elke wedstrijd is uiteindelijk een stukje training en een stukje kwalificatie in sommige gevallen na Tokio. En dat zijn toch echt de dingen die je nodig hebt. En ik kijk wel vooruit naar Tokio, maar ik leef vooral met de dag. En dus staan de pijlen eerst nog even gericht op de oversteek van het IJsselmeer. Publiek is welkom, want makkelijk zal de uitdaging niet zijn. Ik was vaker 10 kilometer gezwommen. Maar 21 kilometer is natuurlijk wel weer wat anders. En dan 21 kilometer open water is ook nog weer heel wat anders dan 10 kilometer in een zwembad. Ik ga ervan uit dat ik 3,5 kilometer per uur gemiddeld kan blijven zwemmen. 21 kilometer, ja, met een uur of 6 wil ik wel aan de overkant kunnen zijn.